Op onze CEO Talks hebben we vandaag Onno van de Stolpen te gast, topman van het biotechbedrijf Galapagos. Onze lezers stellen zich heel wat vragen over jullie topmiddel filgotinib. Kan u even zeggen waar jullie met filgotinib nu staan en wanneer dat misschien eventueel ter goedkeuring wordt voorgelegd? Ja, dankjewel. Belangrijke fase. We zitten in de laatste fase van het klinisch onderzoek. We zijn met fase 3 bezig. Dat zijn 3 studies voor reuma. De eerste hebben we net gehad. Fantastische mooie data kunnen laten zien. En de volgende 2 fases komen in het eerste kwartaal komend jaar. En dat 3-tal studies zijn dan samen goed voor de filing bij de autoriteiten, bij de FDA en de EMA in Europa. En dan hopen we het in 2020 op de markt te krijgen. Oké, dat ziet er al zeker goed uit. En plannen jullie zelf de commerciële lancering in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld? Hoe staat het daarmee? Ja, daar zijn we iets te klein voor nog. We hebben een partner, Gilead, een grote Amerikaanse biotech-farmaceut. Die heeft de licentierechten van ons gekocht en die gaat het wereldwijd commercialiseren. Behalve dat wij in 8 landen in Europa gaan co-promoten en daarvan binnen de Benelux gaan wij ook het hele salespakket zelf doen. Dus daar zijn we echt verantwoordelijk voor de commercialisatie. Sommige lezers stellen zich ook vragen bij een fertiliteitsstudie die jullie nog aan het doen waren. Hoe staat het daarmee? Ja, we hebben vroeger bij dierproeven gezien dat het op hoge dosering een impact heeft op de hoeveelheid sperma die aangemaakt werd. Dat moeten we nog bewijzen dat dat in de mens niet gebeurt, die impact. En we zijn dus nu een studie bezig waarbij we bij mannen kijken of het impact heeft of niet. Wij zijn daar vol vertrouwen in. Het is alleen een lastige studie om te recruteren. De centra moeten speciale apparatuur hebben om de spermamonsters te analyseren. Dat betekent dat de recrutering niet zo heel snel gaat. En daardoor is die studie nu wel op het kritisch pad gekomen voor de filing van het medicijn bij de FDA. Voor Europa en Japan is dat niet aan de orde, maar voor Amerika is dat belangrijk. Dus in Europa en Japan hebben jullie die studie niet nodig om het middel goedgekeurd te krijgen? Dat is correct. Oké. Filgotinib is natuurlijk één van de middelen waaraan jullie werken. Jullie zijn een van de meest gediversifieerde biotechbedrijven op de Brusselse beurs. Kan u even stellen hoe het zit met de andere producten in de pijplijn? Ja, ons tweede programma waarop we richten is fibrose, longfibrose. Dat is een dodelijke ziekte. Bij oudere mensen optreedt. Als je die diagnose krijgt, heb je nog 3-4 jaar te leven. Dus echt een dramatische, ernstige ziekte, waar op dit moment geen goed medicijn voor is. We hebben met ons middel laten zien dat in een korte studie van 12 weken er geen enkele afname van longvolume te zien was. Dus echt hele mooie data. En we zijn op basis van die studie zijn we nu met een registratiestudie bezig, dus zeg maar een fase 3. Waar we 1500 patiënten voor 52 weken gaan doseren. En als die data goed zijn, kunnen we daarmee met die data naar de regulators toe om het op de markt te krijgen. Zijn er veel patiënten daarvoor en ziet u daarin blockbuster potentieel? Nou, het is een heel ander soort patiëntenpopulatie dan bijvoorbeeld reuma of de ziekte van Crohn. Er zijn ongeveer 260.000 patiënten in de westerse wereld die behandelbaar zijn met zo'n medicijn. Als wij dus in staat zouden zijn om de mensen in leven te houden, dan groeit die populatie behoorlijk snel. Het is over het algemeen wordt aangenomen dat dit een zeer zeker een blockbuster potentieel heeft. Dat zijn middelen die vrij duur zijn, vergeleken bijvoorbeeld met zo'n reumamiddel. En daardoor zullen het toch wel een markt van een aantal miljarden zijn waar we op in gaan spelen. Wat ziet u eigenlijk als het meest onderschatte onderzoeksprogramma van Galapagos? Ja, ik denk toch dat dat het derde programma is, het artrose-programma wat we hebben. Artrose is een afbraak van kraakbeen, waardoor je pijn krijgt in je knieën bijvoorbeeld. Een ziekte die qua medische nood net zo groot is als Alzheimer's. Heel veel patiënten in zo'n ziekte, waar op dit moment geen enkel medicijn voor is. Er is niets wat die ziekte aanpakt. En wij hebben zowel bij vrijwilligers als bij patiënten laten zien dat ons middel mogelijk een hele goede rol kan spelen tegen artrose. En we zijn nu begonnen met een grote fase 2b-studie waarbij wij samen met onze partner Servier totaal 850 patiënten voor een jaar gaan doseren. Die studie die recruteert heel snel, we lopen voor op schema. En Galapagos heeft de exclusieve rechten op dat medicijn in Amerika. En onze partner Servier die moet ons voor de rest van de wereld dan royalties betalen als zij het op de markt gaan brengen. Zijn er nog andere domeinen waarin jullie actief willen worden?
Nou kijk, onze hoofdfocus blijft op ontstekingsziektes liggen en fibrose. Je hebt meer dan alleen longfibrose, je hebt leverfibrose, andere fibrose, dus verharding van weefsels. Dat is al een enorme uitdaging, want er zijn nog zoveel dingen daar te doen. We hebben prachtige programma's, bijvoorbeeld Toledo, een heel vroeg programma wat we hebben met een ander werkingsmechanisme in ontstekingsziektes. Maar we hebben naast deze twee grote indicaties, werken we ook nog aan metabolische ziekten. En we hebben een programma voor hepatitis B. Of dat er gaat komen is nog een ander verhaal, maar we zijn heel breed met betrekking tot het aantal programma's wat wij in onderzoek hebben. Totaal lopen er meer dan 25 programma's in de onderzoeksfase. Dat is heel veel. Ik denk dat u streeft naar het starten van een fase 3 studie elke 2 jaar. Dat is haalbaar met uw huidige pijplijn? Ja, we zijn daar vol vertrouwen over, gebaseerd op wat we nu in de kliniek al hebben, dus in fase 1 en fase 2. Ook wat betreft de discovery-programma's, dus de vroegere fase, zien wij een mooie doorloop van de hele vroege fase, van het vinden van een target, van het vinden van een eerste molecuul, tot het ontwikkelen van een kandidaat medicijn. En als we maar blijven investeren in die research, denken we dat dat haalbaar is. En we blijven dus ook zwaar inzetten op hele vroege researchonderzoek om nieuwe startpunten van medicijnonderzoek te vinden. En ik denk dat we ons daar differentiëren van heel veel andere bedrijven die vaak toch meer naar hun laatste fase van ontwikkeling kijken en daar alleen maar op investeren, waarbij wij blijven inzetten op de vroege fase. Oké. Heel wat lezers stellen zich ook vragen over Galapagos als mogelijk overname doelwit. U hebt dat al meerdere keren gezegd, liefst zelfstandig blijven. Ja. Waarom die wil om uit te groeien tot een zelfstandig farmabedrijf? En zit er niet meer waarde in voor de aandeelhouders als u voor de snelle winst gaat? Ja. Nou, het volgt eigenlijk op mijn vorige antwoord. Omdat wij alles in huis hebben, van het vinden van nieuwe startpunten tot straks zelfs commercialisatie van medicijnen, waar we zelf de medicijnen gaan vermarkten. Hebben we eigenlijk geen noodzaak meer om bij een andere partij aan te haken. We hebben het kapitaal, we hebben op dit moment 1,3 miljard op de bank staan. We hebben de expertise in huis om die medicijnen te ontwikkelen. We hebben de intellectueel eigendom op heel veel van die startpunten medicijnen. Dus wij denken dat we de meeste waarde kunnen creëren door zelf onze medicijnen te ontwikkelen. En ja, natuurlijk als we overgenomen worden zit er een korte termijn voordeel voor de aandeelhouders in die de bonus krijgen. Maar langer termijn denken we dat voor alle stakeholders het beter is als het bedrijf zelfstandig blijft. Zeker ook voor de medewerkers, maar het allerbelangrijkste voor de innovatie binnen Galapagos. Omdat die over het algemeen niet goed gedijt binnen een grote farmaceut. Dat denken wij echt dat het hele Galapagos innovatieve platform daar een kort leven beschoren is. Jullie zijn stilaan een grote werkgever in België. Jullie zijn ook meerdere landen verspreid. Hoe belangrijk is België voor jullie? Nou, het is zonder meer onze belangrijkste vestiging. Het is ook ons hoofdkantoor. We groeien ook het hardst in België, dus ik denk dat dat allemaal goed is. We hebben net grond gekocht, of een optie op de grond genomen, net aan de andere kant van het station in Mechelen. Daar gaan we een grote nieuwbouw neerzetten. Initieel voor 400 man met een uitbreiding fase 2 voor nog een keer 400 man. Dus dat geeft echt wel onze commitment voor Vlaanderen en België aan. En het is ook wel zo dat België voor biotech echt een hele goede locatie is. Een heel stabiele stimuleringsbeleid van de Vlaamse overheid met het IWT. Goede technologieontwikkeling, mede dankzij het VIB, waar de connectie tussen de academia en het bedrijfsleven gemaakt wordt. Dus ik denk dat België echt heel veel ijzers in het vuur heeft en daar willen wij onze bijdrage aan leveren. Oké, misschien nog een slotvraag voor de beleggers. Wat zijn eigenlijk de cruciale nieuwsfeiten die de komende maanden op de programma staan, die de koers in een richting zouden kunnen sturen? Iedereen kijkt uit naar de Finch 1 en de Finch 3 data, dus onze andere twee fase 3's waar we het over hadden voor reuma. En volgend jaar zullen we ook ulcerative colitis, de fase 3 studie die we daar doen met filgotinib, daar hopen we ook over te kunnen rapporteren. Daarnaast komen er een aantal vroege programma's de kliniek in, waaronder ons Toledo onderzoek, waar ik net over vertelde, het nieuwe ontstekingsziekteprogramma. Dus ik denk dat er behoorlijk wat triggers zijn volgend jaar om de aandacht van de beleggers vast te houden. Ja, en ziet u filgotinib toch nog falen of acht u die kans heel klein? Nou ja, ik acht die kans al heel lang heel klein. Maar natuurlijk moet je realistisch blijven dat het altijd mis kan gaan. En
Er zijn zelfs middelen op de markt gekomen die nadat ze op de markt gekomen zijn alsnog teruggetrokken moesten worden. We hebben echter al zoveel patiënten, duizenden patiënten met Fagotinib voor een hele lange tijd behandeld. En we zien geen enkel nieuw veiligheidssignaal opduiken. Het is een heel veilig middel tot nu toe in alle testen. En de effectiviteit blijft heel constant. We zien zelfs de verbetering in reuma-patiënten over een langere periode. Dus tot nu toe doet Fagotinib alles wat we ooit maar hadden kunnen dromen van dit medicijn. Oké, dan hopen we dat snel jullie eerste medicijn op de markt komt. Hartelijk bedankt, Onno van de Stolpen van Galapagos. En veel succes. Oké, dankjewel. Dank u.